Deze nieuwsuitzending is nieuws, vind ik wel. De titel is Het moderne huwelijk. Want modern, dat betekent niets meer dan hedendaags. Mode. Dat doen ze voor die vrouwenkleding. Elk jaar veranderen ze de kleuren. En dan moet iedereen in beige gaan lopen. Of juist in die kleuren van dat leem. Zo, hè. Dan gaan we naar bruin. En dan weer felblauw. Ik heb ook nog meegemaakt dat er een hele discussie was. Want in Parijs waren de rokjes korter geworden. En dat is dan weer mode. Hè. Als je dan binnenkomt lopen en je ziet eruit als de eerste beste... Ja, moet zeggen, een zedige vrouw. Gewoon een rok aan, tot op je, ja, waar heb je een rok voor nodig? En die rok moet een beetje, hè, dat je grote stappen kan nemen. Niet zo'n kokerrok tot aan je enkels. Want dan kan je omvallen, net als een geisha. Gewoon een goede rok. En daaronder, daar doe je een maillot. En in de zomer neem je een wat dunnere maillot. Of helemaal geen maillot als het echt heel lekker weer is. Dan heb je een zomerjurk. Het materiaal is luchtig. En, ja, het mag een kleur hebben natuurlijk. Bloemetjes. Leuke streepjes. Dat is ook geinig. De mode die varieert dan steeds. Dat is om de tijdelijkheid erin te houden. Ja, het is nu een heel nieuw jaar, want dat is de mode. Vandaar het woord modern. Wat is modern? Nou, dat is niet wat van 100 jaar geleden was. De vader van mijn vader... Die is getrouwd met een van een eeneiige tweeling. En die familie waarvan die tweeling was, familie Van Dam. Jo, Van, dat is toch adellijk? Nou, die mensen hadden echt niks. Ze woonden in een pand aan de Haarlemmerstraat of Haarlemmerweg. Als je vanaf het Centraal Station... Dan loop je naar het zuiden toe en dan ga je naar rechts voorbij die viskraam die daar staat. Dat zijn Volendammers. Of zo. Dan heb je als eerste aan de rechterkant een kaaswinkel natuurlijk. Dat is allemaal toeristengebied. En als je even doorloopt, zit daar een koffieshop. En dan krijg je gratis ontbijt. Dat je het even weet, als je toch een keer honger hebt. Maar die straat dus, daar woonden die mensen. En zij woonden onder de pannen. Dus niet met het isolatiemateriaal. Het was helemaal CO2 onneutraal in die dagen. Niks, geen isolatie. Nou, dat hoeft ook helemaal niet, want ze hadden niet eens geld om de kachel te stoken. Wel af en toe. En die pannen die waren kapot gegaan met een of andere storm. En gelukkig hadden ze het voor elkaar weten te krijgen om dat gat te repareren met een stuk doorzichtig plastic. Best wel modern voor die dagen, denk ik, hoor. Hadden ze toen wel plastic of was er wat anders? Nou, mijn opa heeft een van die tweeling getrouwd. En hij werkte bij Fokker. Hij was een slimmerik. En hij heeft goed gezorgd voor die vrouw. En toen hij overleed, toen heeft zijn vrouw een jaar lang gehuild. En zij heeft ook nog tegen mij gezegd, ik vind het zo erg... Dat ik iedere keer als ik denk aan zijn heengaan, dat ik weer moet huilen. Want dat is bezwarend voor jullie. Ze maakte excuses.
voor haar huilbuien. En na een jaar huilen, toen was ze er klaar mee. Heb ik er verder niks meer van gemerkt. En met haar ging ik naar de Rabobank en dan ging ze even pinnen. Hij heeft haar achtergelaten met een heel mooi huis, met een prachtige tuin. Een bankrekening die echt genoeg is. Alleen hij is er niet meer. Om weer wat grappigs te gaan doen met de tuin. Maar zij zat rete goed. Die heeft nooit in een bejaardentehuis gezeten. Ben jij mal? Die is overleden in de huwelijksbed. En op het laatste moment heeft ze nog geintjes gemaakt. Toen die fijne allopathische overheid even langskwam met nieuwsgierige vragen. Die wilde voor haar gaan zorgen. Ik zal die ene mop niet herhalen, maar die was erg leuk. En mijn tante, dus haar oudste dochter, die was erbij en die proestte het uit gewoon. Sorry dat ik gewoon zei. Het was echt heel leuk. Dat was een huwelijk zoals dat toen was. Die twee hebben elkaar leren kennen toen mijn opa ging werken voor Fokker. Toen was hij 14. Hij heeft de ouders van mijn oma geld toegestopt. Dat sprak vanzelf. Dat heeft hij nooit tegen mij verteld. Dat heb ik via gehoord. Van ja, zo was het. En mijn oma was een hele mooie vrouw. Dus ja. Helaas geen bruidsschat. Want dat is normaal. Dat is je... Dat we het hebben over het huwelijk, hoe zit het in elkaar? Het is tamelijk normaal dat de man een bruidsschat krijgt. Het gaat diep hoor. Het is metafysisch diep, maar je bent het toch wel van mij gewend dat ik de dingen diep wil beschouwen, want aan oppervlakkigheid heb je niks. En als je me niet gelooft, dan ga je nu op zoek naar... Als je me niet gelooft, heb je waarschijnlijk geen kinderen. Ja, of je kerel is pleiten en je denkt van... Ja, ze zeggen dat een kind, dat levert je wat op. Nou, die van mij, toen hij kon lopen, toen dacht ik... Nou, nu ga je presteren. Nou, dat viel reuze tegen, hoor. Ik vind kinderen echt slechte robots. Nou, ik weet dat het sterft van dat soort... ouder-kind relatie is. Dan heb je inderdaad geen kind. Als je zo denkt over een nieuwgeboren mens, dan heb jij geen kind. Dan heb je een wees. En formeel gesproken ben je zijn moeder en dan mag jij bepalen welke vaccinaties wel en welke vaccinaties niet. Of ben ik nou niet grof genoeg? Als jij een kind hebt, en je hebt het meegemaakt, dan zie je jongetjes, dan zie je meisjes. Dan zie je het verschil. En dan denk je, hoe moet dat goed komen? Maar het antwoord is, zoals mijn opa en oma van mijn vaders kant het gedaan hebben. Dat is de manier. Die twee mensen waren door de armoede tot elkaar veroordeeld.
Mijn oma heeft gewerkt, ook nog. Toen de kinderen groot genoeg waren. Zij heeft gewerkt als handwerklerares. En de buurt die sprak daar schande over. Van, oh, een vrouw aan het werk? Nou, dat hoort niet hoor. Ja, het punt is dat mijn oma stond elke ochtend om 6 uur op. Die ging 's avonds om 9:30 naar bed. Ze werkte de hele meute de deur uit. Want de ene moet naar school en de andere moet naar zijn werk. En voordat die meute wakker wordt, had zij het huis al schoongemaakt. We hebben die kinderen ook geen wekker nodig, want we horen wel de stofzuiger beneden in de woonkamer. Want er moet gestofzogen worden. Dat hoeft niet elke dag, maar wel zo af en toe. En dan moet je weer wat anders doen. Mijn oma die had in principe het hele huishoudwerk. Jeetje. Ja, als je om 6 uur 's morgens begint, hallo. En dan zij kinderen leren om te borduren. Meisjesonderwijs. Ja, maar wat heeft het nou voor zin om te borduren? Want ja. Denk daar eens over na. Ja. Zal ik een lezing houden over dat er een afdeling is van de vrijmetselarij en die is uitsluitend voor vrouwen. Dat weet ik lekker. En jullie niet, hè? Nee. Ga ik lekker geheim houden. Nou, die afdeling, die heet de weefsters. Weven is ook echt... is heel goed. Je kan ook sudoku... Mijn dochter doet sudoku's. Breintraining. Maar daar hou je niks aan over. Dan heb je een sudoku ingevuld. En ja, dan kan je uit het boekje en dan de volgende. En als je hele boekje uitgesudokoet, dan moet je weer een nieuw boekje kopen. Want dat kost er tegenwoordig een sudoku boekje. Ik hoop minder dan 2 euro. Meer vind ik het niet waard. Wat zeg ik? 10 cent zou ik zeggen. 8 sudoku's? Nee, je kan even kijken. 1, 2, 3. 8, ja. 8 sudoku's. Nou, wat kost dat? Dat is 1 A4'tje. Handig gevouwen. En je hebt er niks aan. Als je gaat weven, dan hou je wat over. Als je wat gaat borduren, ook. Dit is een breintraining, want je moet ontzettend goed nadenken bij borduren. Je moet de hele tijd tellen. Van, je een patroon. XXX bij III. Oh, dan moet ik nu dus die. Dat blauw erin. Dat leerden zij kinderen. Ja. En de buurt daar schande over spreken. You go fuck yourself. Letterlijk. En mijn oma was helemaal niet gelovig. Er werd geen Bijbel gelezen. Kennelijk wisten zij dat van nature. Dat is mooi. Dat is een huwelijk. En mijn opa die ging vissen. In het Amsterdamse bos. Mijn oma had helemaal geen last van mijn opa. Die kwam terug van zijn werk. Die ging eerst naar Schiphol. Bij fokkeren, lekker te lopen fokkeren. Al ingewikkelde dingen doen met enge vliegtuigen. En dan kwam hij thuis en dan lag zijn krant lag klaar. En dan had hij een kopje koffie, want dat vond hij wel lekker. En dan was het eten op. Dan nam hij... Dat vond hij ook wel heel leuk van mijn opa. Hadden we gegeten met z'n allen. En hij... We aten met borden en schalen. En een sjukom. En een bestek. Precies zoals het moet liggen. Dus,
Je hebt, links heb je de vork, rechts heb je het mes, daarnaast een lepel voor de soep en dan boven het bord een klein lepeltje voor het nagerecht. Nou, als het nagerecht komt, allemaal kommetjes en dan aten we lekker man, vla. En oh ja, wat mijn oma ook zo geniaal in was, alleen op zondag hadden we als toetje vanille en chocoladevla en slagroom. Maar niet door de week. Dat heeft geen zin. En dan waren we klaar met eten. En dat is dan echt gebeurd. En mijn opa die ging borden stapelen. En dan die schalen erin. Al het bestek. En dan heeft hij het ook nog gedaan om dan de shoekom, als die leeg was, dan hing hij die shoekom aan een of andere een ding wat een opscheplepel. Een zwaardere lepel. En hij had ervoor gezorgd dat die zwaardere lepel niet kon tuimelen. En dan was hij minuten mee bezig. Want hij had geen zin om twee keer naar de keuken te lopen. Dat was zijn taak. Mijn oma deed de afwas en mijn opa zou ervoor zorgen dat alles klaar stond voor haar om te gaan afwassen. Dat was zijn enige huishoudelijke taak, bij mijn weten. Voor de rest was hij de baas. Hij deed helemaal niks. Hij maakte een heel groot bouwwerk en een big smile, dan tilde hij dat op. En dan liep hij naar de keuken, dan zette hij alles neer, dan pakte hij het uit, zodat het een beetje handig op het aanrecht stond. En dan was hij klaar. En dan je fiets pakken. En gaan vissen. Totdat de zon ondergaat en je dobber niet meer kan zien. Ja, maar dat lijkt me wel saai hoor, vissen. Nou, niet voor mijn opa hoor, want die rookte Caballero sigaretten. Die lekkere, korte paffertjes. Met een goede smaak. En dan een beetje kijken naar je dobber. En luisteren naar van alles. En als het donker wordt, ja, dan is het alles inpakken. En dan terug en dan lekker naar bed. En dan 's morgens om 6 uur, dan hoor je de stofzuiger beneden in de woning. En dan denk je, oh fok, is het alweer 6 uur? En mijn oma, die was al op. Dat is een huwelijk. Dat werkte ontzettend goed. Echt hoor. Ik ga even naar achter, ik moet even een vloedje pakken. En jullie hebben ook wel dat soort momenten. Dat je beseft dat je goed naar een andere moet luisteren. Het huwelijk. Want het is onze enige oplossing. Ja, maar Perry, van vroegere meisjes vond ik al erg saai. En ze snappen nooit wat. En ze hebben de grootste mond. Ik weet het niet hoor. Moet ik dan homo worden? Nee, je moet aan het werk gaan. Je dient er rekening mee te houden. En dat moderne huwelijk is niet meer zo makkelijk. Want het huwelijk wat mijn opa had, met een van die tweeling, ja, dat was in een tijd van bittere armoede. Dan leren die wijfjes dat wel. En tegenwoordig zijn al die wijfjes zijn zo rijk als een bitch. Nou, ga daar maar eens mee trouwen. En dat is het moderne huwelijk. Daar kan je mee lachen, man. Ik heb meegemaakt. Dit is niet zeuren. Dit is alleen maar doorbrieven. Klikken heet dat. En klikken is niet een vorm van liegen. Maar klikken is dat je vertelt wat er daadwerkelijk gebeurd is. En waar
andere mensen nota van kunnen nemen. Voor het geval die mensen ook zoiets gebeurt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat is toch mooi, hè? Dus als ik jullie waarschuw, dan tellen jullie voor twee. Dus dan heb je al één keer twee. Ja. Maar als jullie dan vanuit die waarschuwing andere mensen gaan waarschuwen, dat worden er ook weer twee. Dan ga je van 2 naar 4, naar 8, naar 16, 32, 64, 128, 256, 512. De beroemde 1024, 1K. Exponentiële groei. Het moderne huwelijk, ik ben er niet op tegen. Het heeft eigenschappen. Met die verwende vrouwtjes. Je hebt het andere aspect van het moderne huwelijk, maar daar weet ik niet veel van. En dat is een huwelijk met echt stupide mannen. En dat bedoel ik echt gewoon. Ja, en dat is kut. Dat weet ik ook. Maar ik ken die kant niet. Mijn opa was slim. Ja, dat is toch meer. Die ving vette karpers. En was hoofdeindcontrole bij Fokker. Hij heeft één keer, dat vertelde hij mij, dat hij een goedkeuring gaf. En toen is hij op zijn vingers getikt. Hij zei toen, dat was inderdaad een fout van mij. Het ging om het windscherm. De glazen plaat die voor de piloten zit. Er zat een barsje, een heel klein dingetje. En mijn opa had gezegd, kom op jongens, waar heb je het over? Ze monteren dat apparaat. Dat was goed zo. Je krijgt van mij een akkoord. Had hij niet mogen doen. Dan heeft hij gezegd tegen zijn baas, oké, sorry I did it. Won't happen again. En zo'n vliegscherm, of een windscherm, weet je dat? Zo'n ruit, maar het is niet zomaar een ruit. Hè? Dat bestaat uit heel veel lagen. Het is zo'n apparaat. Een apparaat in principe, een kijkapparaat. Zo'n ding. Dat kost je tig. Nou, zit er een heel klein kastje op, maakt niet uit, al zit het helemaal in het hoekje. Afkeuren die handel. Maar mijn opa was slim. En niet veel mannen zijn slim. Jammer, het is jammer, maar helaas. Wat je tegenwoordig hebt, dat zijn mannen die doen alsof ze gymnasiastisch zijn. En dat ze kunnen, weet ik veel wat. Maar slim? Ze zijn er wel hoor, trouwens. Even voor jullie dames, hè, dat je niet in paniek raakt. Ze zijn er wel. Maar weet ze maar te vinden. Dat wordt even zoeken. Ik heb wel wat tips, maar dat doe ik de volgende keer. Dit ging over het moderne huwelijk. En de mode die gaat altijd voorbij. Je hebt nu een mode van het huwelijk. Een huwelijk is altijd zo. Ja, dat is mode. En wij mensen hebben in onze waarneming een begrip, daar kan je niks aan doen. Dat heet adaptatie. Aanpassing. Als je een scheet laat, dan uiteindelijk ruik je die scheet niet meer.
uiteindelijk heeft het geen zin meer. Maakt het geen indruk meer. Als elke... Ja, denk even aan een stomme sodomitische voorstelling. Als elke vrouw in de blote kont over straat gaat lopen... Met hen, in de winter hebben ze dan iets met plastic. Dat kan je kopen via internet. Dat houdt je heel warm. Maar iedereen kan je lichamelijkheid zien. Dus je loopt eigenlijk in een soort plastic kooi of zo. Dat is een idioot idee, hè? Maar stel, we gaan het doen. Dan kan je... Alle vrouwen kunnen helemaal bloot zijn met doorkijksokken en doorkijkschoenen en doorkijksjaal. En helemaal lekker vrij bewegen en iedereen kan ze zien. Ja, dan ben je gelijk klaar met al dat porno gedoe. Hè? Want kinderen zien dat ook. Die denken ook, okay. Die passen zich aan. Die adapteren. In zekere zin kan je zeggen dat van overheidswegen afkondigen dat alle vrouwen in een burka over straat moeten, juist contraproductief is. Oh, wat ging deze diep, zeg. Ja, maar Perry, mogen we vrouwen van jou geen burka dragen? Ik zeg net... Dat een vrouw van mij, wat mij betreft, in de blote kont over straat mag lopen. Wat maakt mij dat uit? Een lendendoek. Zo. Vooral als je ongesteld bent, want dat schijnen vrouwen dan te hebben. Nee, helemaal niet. Het gaat om de adaptatie. En nu het huwelijk. Wat is het moderne huwelijk? Ik ben ervaringsdeskundige en niet de enige, overigens. Het is een erg belangrijk historisch document. Ik sla ook alles op hier op een hele geheime locatie. Dubbel-sided. Dat jullie dat even gaan begrijpen. Wat is het huwelijk? Nou, het huwelijk is de opnieuwe samenkomst... Dat een jongen en een meisje hand in hand gaan lopen. Jongens en meisjes. En niet jongetje, jongetje hand in hand. Hè? Dat is geen huwelijk. Punt. Kan je echt bij mij urenlang over gaan lopen zeuren. Maar dat is geen huwelijk. Dat is het samenlopen van twee meisjes. Maar goed begrepen dat het zo is en niet anders. Ja, maar Piri, er zijn toch ook hermafrodieten? En die zijn geboren en die hebben dan tieten. Oh, moet ik borsten zeggen? En ook een piemel? En heb je daar geen respect voor? Moeten we niet rekening houden met die bevolkingsgroep? Nou, punt 1, het is geen bevolkingsgroep. Ja, maar ik vind het lijkt me toch wel ideaal als ik daar... En dan ga ik je echt vermoorden. Want ik weet dat er mensen zijn die kijken op internet of via internet. En als het niet via internet was, dan keken ze dat al in die geplastificeerde boekjes. Die je toen kon kopen hier bij die man die ook die fietstochten heeft georganiseerd voor kinderen. Porno Henk, zo heette die. En dan een beetje lopen te genieten van een hermafrodiet. Bah! Hey man! Ik voel... dat vind ik echt smerig, hoor. En dat gebeurt nog steeds. Heeft niks te maken met het huwelijk. Ja, om grappig te zeggen, het huwelijk is dat je toch omgaat met een vrouw.
Ja, maar Piri, ik heb dat ook eens geprobeerd om te gaan met een vrouw. Maar er werd zo'n gezeur en toen ben ik het huis uitgezet. Dan had ik geen huis meer en dan ben ik mijn kapitaal kwijtgeraakt. Sinds die tijd woon ik in het meest lullige plekje van Arnhem, vlakbij de Rijn, waar al die verbouwingen plaatsvinden. En dat ze die katholieke kerk aan het verbouwen zijn. Dus als ik 's morgens lekker mijn kater wil uitslapen, dan word ik wakker gemaakt door bouwvakkers. Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje jouw lot. Dat is dan tegen vrouwen en tegen mannen gesproken. Gaat over het huwelijk. Wat heb je nodig? Oh nee hoor, Perry, want tegenwoordig krijgen alle vrouwen gewoon een uitkering. Ze hoeven maar miauw te zeggen en als een poesje te gaan lopen kronkelen bij het gemeentehuis. En dan krijgen ze een subsidie voor het starten van een kunstbedrijf. Yep. Het is het antwoord niet. Kan er niks aan doen. Communisme, dat is helemaal niks. Communisme is van de antichrist. De slaven, de antichrist, hè, dat is een groep onder ons. Die bestaan echt. Die zijn zo lelijk, dat wil je niet weten. Echt niet. Sommige dingen moet je van aannemen dat het heus erger zal zijn dan dat jij ooit vermoed had. Nou, dat moet je aannemen en doorlopen. Sommige dingen moet je niet willen weten. Dat is de antichrist en die werken voor Satan. En Satan is de gevallen engel. En het punt is, adult, God de basis. Dat is degene die het laatste zal zingen. Neuriën. God was degene die begon. Die dacht van, weet je wat, ik ga beginnen. God is zoals jij. Op de goede dagen. Weet je dat nog? Dat die dag er was. En dat je wakker werd. En denk van, wat er die F. Het is nu 7:30. Ik heb nog 30 minuten voor dit. En nog 3 kwartier voor dat. En dan nog 1 kwartiertje zus. En dan babbe de bam. En dan gaan we dat doen en dat doen en dat doen. Net zolang dat ik, ja, ik kom wel weer thuis in een bed. Of ik slaap onderweg bij de dakloze opvang. Is ook bijna gratis hoor. €5 per dag of zo, per nacht. En als je het een beetje vriendelijk doet en je helpt met afwassen, nou krijg je nog ontbijt ook. Gratis. Dat is God. God is niet in de materialiteit. Zorgen. Aan de slag. Het begin maken met een tijd. En dat doe jij. Het maakt niet uit wat je doet. Ik heb God echt een keer gezien. Sorry dat ik echt zei. Ik heb God een keer gezien. Ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest. De gedachte die ik hoorde, dat was... Wat loop jij te fokken in mijn huis? Snap je niet dat een jota van jouw kant die mij niet bevalt,
dat je weg bent. Jij zit te huilen in mijn huis. En toen was het gesprek voorbij. En dat was me goed ook. Ik heb het logische bewijs, verschrikkelijk eigenlijk, hè? Dat heb ik weggegooid. Oh, 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 oh. Wat dom. Maar ik weet het nog wel uit mijn hoofd. Ik heb dus niet meer de oorspronkelijke tekening. Dat zou het echte bewijs zijn. Ik weet nog wel hoe het in elkaar zit. En wat God wil, even tegen de mannen, maar ook tegen de vrouwen. God wil dat de mannen de vrouwen kennen. Je moet kennis hebben met een vrouw. En de kennis die krijg je, de ultieme kennis met een vrouw, door je penis in haar vagina te doen, kom wat mee. Je kijkt elkander in de ogen. Je hebt over straat gelopen. Je hebt dezelfde broodjes gegeten. Je kan scheten laten waar die ander bij is en die denkt dat het zijn eigen scheet is. Want die vrouw zegt, nee, je raakt niet die jouwe, je raakt de mijne. Want dat die man zegt van, nee, volgens mij is dit de mijne. Lekker plastisch, hè? Dat je elkanders geur kent. Dat je kan voorspellen wat een ander gaat doen. Je hoeft niet de hele tijd elkaar te bellen via WhatsApp van wat ga je doen, want ik kan het niet voorspellen. Wil je nu vertellen wat je gaat doen? Je weet het wel. Want je kent die ander. Je hebt ermee geneukt. En dat is geen vies woord, want dat moet gebeuren. Er moet veel meer geneukt worden. Dat valt me hopeloos tegen. En ik weet dat al die mannen die denken momenteel van ja, hallo. Als ik met een vrouw wat begin, dan weet ik al hoe ik eindig. Dan word ik net zo kaal als Perry Winkel. Ja, nou en man. Zo erg is het niet. Echt niet. Want als jij, even tegen de mannen, maar ook tegen de vrouwen. Maar als jij als man een vrouw zwanger maakt, dan kan ze wel eikelig tegen je lopen doen. Dat je denkt van, zo de knetter. Mijn hele leven is voorbij. En je hebt die kinderen. En daar ga je voor zorgen. Als man. Het moderne huwelijk kan je vergelijken met het bestaan van het zeepaardje. Het zeepaardje, dat is een apparaat en die heeft een soort van een zuignap op zijn rug of zo. Dat is een halve krokodil. En daarbij zorgen de mannetjes voor de kinderen. En die vrouwtjes lekker. La 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 la. Fuck me, make me pregnant. En die stort alles uit bij die kereltjes. Dan zorg jij er maar voor, want ik ben een vrouwtje. Ja, dat is een moderne huwelijk ongeveer. Hè? Ongeveer. En waar komt het nou letterlijk op neer? Nou, de letterlijkheid komt uit de praktijk. Ik heb je net verteld van de theorie. En als je denkt, ja, je hebt de theorie nog niet helemaal verteld. Ja, ik heb uitzendingen gehouden samen met Jurk Liesman over Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Dat is de theorie. Ja, maar dat is het ouderwetse gedoe dat de vrouw dus eigenlijk net als jouw oma voor het huis moet zorgen. En die man die werkt voor Fokker en die brengt de poen thuis. En die laat die vrouw achter met een vermogen en een mooi huis. En dan gaat ze gelukkig dood als ze 90 is. En al die mensen gaan niet naar het ziekenhuis. En die zitten al lekker thuis of die gaan vissen in het Amsterdamse bos. Bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik.
En dan het moderne huwelijk. Oh mijn god. Dus mijn vrouw, die zou de was doen. Voorwaarde was dat ik zou zorgen voor een wasmachine. Want ik had toch geld. En zij was niet bereid om de was te gaan doen. Tenzij er een machine was. Dat vond ik geen probleem. Dus ik gezorgd voor een goede wasmachine. Ik heb die ook nog getild. En ga dat maar eens doen. Even tegen jullie wijfjes, hè. Gaan jullie eens eventjes een wasmachine verhuizen? Ja. Je hebt zo'n idee van, ja, de wasmachine staat beneden in de kelder. Ik wil hem liever daarboven hebben. Ga die machine eens even tillen. Doe het zelf. Dan nodig je je vriendinnen uit. Die geef je allemaal thee. En dan, nou, die vriendinnen van jou, die willen dan rooibos thee of groene thee. En doe dat even, die wasmachine. De trap op. Wat weegt zo'n ding? Dat is meer dan 50 kilo. 50 kilo. Meer. Ik vond het best. Ik dacht, oké, ik ben verantwoordelijk voor de wasmachine. Ik heb een vriend uitgenodigd die een beetje kan tillen, net als ik. Maar geen geoude hoer, homo. We zetten hem op zijn kant, jij pakt die kant en ik ga. Ik doe de onderkant van de trap wel. Ik ben pezig, ik trek dat wel. Goed je ademhaling in de gaten houden. En gewoon vasthouden. Ja. Ik ben liever de onderste eigenlijk. En dan die bovenste die de trap op moet. Ja, die moet wel mee. Dus ik doe hoppen. Ik doe het wel. Dat maakt mij het uit. Sterker nog, ik vind het geil. Vooral als je een miele moet doen. Kijk, zo'n Sanusi uit Italië. Ja, kom op man. Een paar leren riemen en je neemt hem op je rug. Maar nu een miele. Zo'n lekkere stille. Ik regel dat allemaal voor haar. Toen ging dat ding kapot. En zij zei, ja, maar als de machine het niet doet, dan kan ik ook niet je wasvrouw zijn. Dus de machine, ja, natuurlijk moet die machine gerepareerd worden. En zij kan niet bellen. Dus even voor jullie mannen, ook voor jullie vrouwen, besef je dat even. Jullie kunnen niet bellen. Jullie kunnen niet communiceren. Dan moet je mannen laten doen. Ze voelde geen enkel probleem. Ik werk de hele dag op mijn laptop. Wat maakt mij het uit om eventjes naar. Maak een nieuw tabblad aan. En een telefoonnummer. En dan doe je in heel handig. Doe je wasmachine kapot. Punt dingen. Een type nummer erbij. Ja, had ik zo een bedrijf aan de lijn. Ik zeg, hallo, ja, ik woon daar en daar. En we hebben een wasmachine, dat is was een Bosch. B-O-S-C-H. Dat is een Bosch en die doet het niet meer. Gewoon een knock-knock en een no-go. Kunnen jullie helpen? Of moet ik ergens anders zijn? Nou, dat was een hele vriendelijke dame. En die zei, oh nee, maar u bent precies op het juiste adres. We sturen, ja... En dan krijg je een afspraak, die is niet al te nauwkeurig. Dat is niet op 10 minuten of zo. Niet dat je om 8 uur en 39 minuten wordt er aangebeld. Nee. Ik zei, dat is prima, ik ben de hele ochtend thuis. Geen probleem. Want mijn sokkenla, ik een la waar mijn sokken in zitten. En in die tijd moest ik... Elke dag zo'n beetje verschijnen. En dan wil ik schone sokken aan. Alsjeblieft. En ik denk, mooi zo. En dan die vrouw van mij. Oh, kom
komt de reparateur langs? Oh, maar die wil ik wel even hallo zeggen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, en hoe laat komt hij dan? Ik zei, nou schattenbout, dat weten we niet precies. Hij kan vanaf 8 uur 's morgens komen. Uiterlijk om 11 uur, of 12 uur. We zijn ingedeeld in het ochtendprogramma. Het ligt er maar aan. Oh, maar ja, ik hoef nog niet aan mijn werk, dus zullen we koffie drinken? Het best, schat. Wat maakt mij het? Het kind was thuis, ik zou de hele dag thuis zijn. Ik werkte vanuit huis, ik werk vanuit huis. That's it. Dat is best poepiedoepie. Blijf jij maar nog even koffie drinken. Nou, en toen wilde die man aan. Ik denk, hé, dat is de wasmachine reparateur. Die is vroeg. Want die heeft zijn eerste job gedaan om 8 uur. Hm? En we zijn als tweede op de lijst. Zo. Hé, heffy man. Ik blij. En zij zegt, oh, ik ga open doen. Het moderne huwelijk, hè, daar gaat het over. Waar je rekening mee moet houden. Om even uit te leggen aan jullie vrouwen ook. Een wasmachinereparateur moet zoveel wasmachines per dag doen. Repareren. En je kan ook als wasmachinereparateur bij een wasmachine komen die totaal los is. Heb ik ook meegemaakt. Met een vaatwasser. Dat die man tegen me zei. Okidoki, dit consult dat kost je €50. En dat ding van jou, dat is niet te repareren. Punt. Ja, dat kan je hebben. Volgen jullie mij nog? Jullie luie vrouwen? Weet je niet hoeveel werk het is om die wasmachines en die vaatwasmachines aan het werk te houden. Ja, ik wil een wasmachine en dan druk ik op een knop en dan moet die joe, 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 joe. Nou, om het uit te leggen, want jullie vrouwen snappen dat echt niet. Het gaat als volgt. Die man is niet om jou les te geven in het repareren van wasmachines, zodat je het zo dadelijk zelf kan doen. Dat is niet. Ja. Die man die komt langs om jouw wasmachine te repareren. Ja. Hij moet er op een dag, ligt eraan hoe het ingepland is, want als er een wasmachine kapot is gegaan, weet ik veel, ergens achter een file dinges, dan krijgt hij ook wel extra reistijd vergoed. Maar als er een handige planner heeft die gezegd heeft, nou oké, dit is een wasmachine hier kapot, een wasmachine daar kapot, dat kost je 10 minuten rijden, dus jij kan er 6 doen vandaag. 6 machines. Die allemaal moeten werken als je weggaat. Of je hebt een goed praatje gehouden en dan kopen ze een nieuwe machine. Dat mag ook. Dat is je taak. Als wasmachine-reparateur. En vrouwen snappen dat niet. Die begrijpen er echt helemaal geen drol van. Die vinden alles leuk. Dat zijn Wammes Waggels. Wammes Waggel is een karakter van Martin Toonder. Van, oh wat enigjes. En nu ga ik leuke dingen doen. En dat ik het even weet. Als man. En als vrouw ook. En hou ermee op. Word een beetje een feminist en verdiep je in de werkelijkheid. Nee hoor, Perry, ik ben feminist, want ik ben alle schaamte voorbij. En zoals jij zei, dat ga ik ook doen. Ik ga zo'n doorzichtige burka kopen. En met onderbroeken stop ik ook mee, want dat is niet eco. Ik heb gewoon een doorzichtige... Ja, dat ik lekker in mijn blote billen over straat kan lopen. En er komen allemaal mannen op me af. En dat vind ik leuk hoor. Ja, die vrouw van mij, die riep dus gelijk. Oh, ik ga wel even open doen.
En ze nam die man gelijk mee naar de wasmachine. Dat is fout nummer 1. Even tegen jullie vrouwen, hè? Fout nummer 1. Als de wasmachine reparateur bij jou op bezoek komt, dan ontvang je die mens. Ja, maar Perry, dat is wel heel ingewikkeld wat je nou zegt, hoor. Dus jij zegt dat er een a priori synthetische verbintenis is tussen het begrip bezoek en het begrip ontvangst. Nou, dat trek ik niet. Nou, dan ben je, alsjeblieft, man. Hou op! Als je zo bent, als je zo'n vrouw bent die dat niet begrijpt, dat er het begrip ontvangst het gevolg is van het begrip bezoek, als je dat niet eens begrijpt, hou je van dokter Mengele? Het voordeel van een bezoekje aan dokter Mengele is dat je geen kinderen kan krijgen. Mooi zo, dan zijn we van jullie af. Nou, die vrouw van mij wist daar niks van. Die dacht, oh, de wasmachine-reparateur komt op bezoek. Nou, die moet naar de wasmachine toe. Nee, homo. Die man had naar de keuken moeten komen, waar ik zat. En hadden we tegen hem gezegd, oké, dankjewel, hartstikke fijn dat je langsgekomen bent. Dat hele ritueel, dat kost je 30 seconden. Een minuut, hooguit. Heb je dat goed begrepen, jullie dames? Penny wise en pounds foolish. Dus dan laat je de wasmachine reparateur naar de keuken komen, want daar zaten wij, daar zat ik met haar koffie te drinken. En dan mag die man even binnenkomen en zijn jassen over de stoel hangen. En dan gaan we hem vertellen waar de wasmachine staat. Dan kan hij zijn tas laten staan met de formulieren, want die heeft hij zo dadelijk nodig. Omdat ik moet gaan tekenen voor de orderbon, die heeft hij niet nodig voor het repareren van zijn wasmachine. Als die man in de keuken komt, vraag jij die man, jullie stomme kuthomo's. Je vraagt dus een wasmachine-reparateur of die wat wil drinken. Nee, je hoeft hem niet iets te eten aan te bieden. Ja, maar Perry, hoe kan dat nou? Want zo'n man heeft toch honger? Ja, maar die heeft een pakje met brood bij zich. Maar een glas water misschien. Of groene thee, zwarte thee, koffie, zeg het maar. En als een wasmachine-reparateur zegt, nee, ik heb net al koffie gehad, ik heb nu niks nodig, dan gaan we niet chagrijnig lopen doen. Dat is ook zo'n fout. Maar oh, die wasmachine-reparateur, die wilde geen koffie, nou, dan vertrouw ik hem al niet meer. Ja, die van mij, die vrouw van mij, heeft niet eens gevraagd of hij een glas water wilde. Ze dacht, oh, wat leuk, de wasmachine-reparateur komt en nou gaat hij mij vertellen hoe ik wasmachines moet repareren, want ik ben reuze nieuwsgierig. Ja, dat is dus het huwelijk. Ja, maar Perry, nu ga je mij vertellen dat ik als man, als ik dan kinderen wil, dat ik dan zo'n kuthomo krijg. Ja, dat is modern. Vroeger niet, hè. En kinderen gaan dat doorzien. Dus er komt een nieuw huwelijk aan. Tussen mannen en vrouwen. Zonder kerk, zonder gemeente. Gewoon een huwelijk. En die vrouwen zijn, ja, verschrikkelijk. Maar dat wordt al eeuwenlang geblerd over vrouwen. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament staat van ja, vrouwen mogen best praten, dat is allemaal geen probleem, maar niet tegen de gemeente. Dus als de wasmachine-reparateur langskomt, dan ga jij als man met die man even een praatje maken.
in de gemeente. En niet die vrouw. Wel een oud ding. En ze zijn er. En er zijn ook vrouwen, die ken ik persoonlijk. Die weten er ook van. En die kunnen gewoon zeggen, ja, jullie kerels stellen ook niet zoveel voor, hoor. En die vrouwen die dan weten waar het probleem zit, daar kan ik ook niet tegen zeggen van, nou, je hebt helemaal geen gelijk, want ik ken meer mannen dan vrouwen die wel een beetje deugen. Maar dat is helemaal niet waar. Allemaal in dezelfde soepzooi. Van die feministische, feminine dinges. Hoe moet je dat nou noemen? Het zijn mannelijke vrouwen, maar ze zijn helemaal geen man. En je hebt van die mannen die zeggen, ja, ik ben een vrouw, maar ik kan niet helemaal goed tot mijn vrouw zijn komen, want ik heb een penis. En als ik die eraf laat snijden, dan ben ik ook een vrouw, hoor. Even terug naar die wasmachine-reparateur. Als eerste vraag, laat je die man even binnen in een warme ruimte. Want hij had al een wasmachine gerepareerd. Hij was om 8:00 begonnen. Dat was een quick boy. Die wilde, misschien moest hij wel 8 machines doen die dag. Zo'n man komt binnen, die biedt je dus wat te drinken aan. Nou, als ze dat niet willen, geen zorgen maken. Dan willen ze gewoon niet. En dan laat je hem zien waar de wasmachine staat. En dan vraag je aan die man, kan je overal makkelijk bij? Ja. De wasmand naar de kant schuiven, misschien? Maar voor die kleine dingetjes, hè, waar vrouwen tegenwoordig helemaal niet meer aan doen. Hé, want die mannen die zijn altijd zo brommerig. Nou, ik ga niks voorstellen aan een man, hoor. Want dan zegt een man zo van, oh, dat hoeft niet. Oh, dan voel ik me al gelijk beledigd. Jezus. Nou, dat moet je dus als man kunnen handelen. Hè? Dat is niet je eerste keuze. Niet gelijk dat je denkt, ik heb een lot in de loterij. Nee. Ik heb een lot in de shitterij. Het punt is, er moeten kinderen komen. Je gaat het maar voor elkaar zien te krijgen. En al die gekke vrouwen. Ja, ze zijn te gek om te neuken. Ja, die van mij, die had dus die wasmachine-reparateur helemaal niet welkom geheten. Want nee, bezoeken hebben niks te maken met ontvangst. Zeggen, oh, u bent daar. Nou, ga maar eens even vertellen hoe die wasmachine in elkaar zit. En ze kwam na 10 minuten, kwam ze helemaal doorstoomd, van het stoom uit haar oren, kwam ze de keuken in. Dan zei ze, wat een klootzak. En toen dacht ik, godverkut. Het enige wat zij deed, was de was. En zij had er tegen mij gezegd dat ze niet bereid was om een handwas te gaan doen voor het hele gezin. Dus als de machine kapot was, allemaal vuile sokken aan naar het werk. Dankjewel, Sinterklaas. Dus ik storm naar beneden toe. En aan die man, en die zat al super zagrijnig. En die keek naar mij en die dacht, als jij nu ook gaat zeiken, dan ga ik nu mijn gereedschapkist inpakken. En dan schrijf ik wel een failure bom of zo. Want ik ben er geweest, helaas gefaald. Voor de rest weet ik er niks van. Onaardige mensen nooit meer langsgaan om een wasmachine te repareren. Ja, daar ben je mooi de bok. Want je vrouw gaat geen handwas draaien. Zo is het. Weet ik nou niet, man. Hallo, kan je overal bij? Heb je wat nodig? Ik had nog gereedschap liggen, dus weet ik veel. Als hij nog een steeksleutel moet of zo. Heb je wat nodig? Had hij helemaal niet. Hij zei, nee, ik kom hier wel uit. De klok is kapot. Er moet zo'n nieuwe klok in, meer niet. En dan kan er wel mee. Dus, ja, oké. Wil je wat drinken?
Nee, is er niemand. Ik heb net koffie gehad bij de eerste wasmachine. Dus ik heb net koffie op. Nou. Dan ga ik terug naar de keuken. Daar wacht ik op jou. Tot je klaar bent. En de keuken, die kan je vinden. Dat is hier de deur uit. En wat een hele leuke woning. Allemaal trapjes en gangetjes. Echt heel grappig. Dus je moet die trap hebben. En dan kom je bij de keuken. Dan zie je het wel. En die man van... Oké. Mooi, dacht ik. Godzame kraak. Dat is je lot. Als je verkeerd mikt als man. Dan krijg je zo'n stoepmoeder. En jij gelooft mee. Dat er heel wat mannen zijn. Die dat weten. En dat is ontmoedigend om een huwelijk aan te gaan. Die vrouwen zijn te stom voor woorden. Die gaan ruzie maken met de wasmachine-reparateur. Want dan hoeven zij niet meer de was te doen. Een hele mooie anekdote van het moderne huwelijk. Dat is een vriend van mij, die heet Piet. En die zat in een scheidingsprocedure. En eindelijk was er dan de laatste vergadering die Piet klauwen met geld kostte trouwens. Elke vergadering kostte hem geld. Want hij had een baan. En zij niet. Dus ja, haar kostte het niks. Dus voor haar was dat een uitje. Oh, wat leuk. Dan gaan we naar de echtscheidingsprocedure ambtenaar. En dan ga ik lekker vertellen wat ik zelf allemaal wil zeggen. Want ik ben zo dom als het achterin van een varken. Ik ben eigenlijk alleen maar goed om kinderen te baren. En die zijn dan wel van mij. En ik wil er geen man bij, want ik wil dat het mijn eigen kind is. Jeetje man. Leer mij die bitches kennen. Zij zitten met z'n tweeën bij die echtscheidingsambtenaar met het finale, definitieve contract. Waar zij zich natuurlijk niet aan gaat houden. Van, oh, zijn dit de regels? Nou, bij nader inzien denk ik eigenlijk dat ik toch gewoon lekker ga doen waar ik zelf zin in heb. Ik kan wel dromen van een wereld waarin we dat soort vrouwen naar het macramee-eiland gaan sturen. Dan mogen ze de hele dag macrameeën en samen ongesteld worden en bang zijn voor de zee. Dat soort vrouwen, weg aan mij. Nou, die man, die zit dus met zo'n soort vrouw. Die moest als de sodemieter van het huwelijk af. Want hij had een overeenkomst gesloten via de wet. En dan ben je de bok. Dat moet je echt nooit doen. Even. Ja, jij als vrouw zal denken, ja, ik wil een beetje zekerheid. Daar ga je zelf maar voor zorgen. En niet via een contract, maar die vrouw had hem een contract in zijn, als een strop om zijn nek gelegd. Weet je waar het woord stropdas vandaan komt? Het lijkt warm, maar het is het niet. Je kan er wel aan worden opgehangen. Dan moet je vooral een huwelijk dingens gaan doen. Het moderne huwelijk. En die man, die zat er bij dat definitieve finale overeenkomst gebeuren. En het was een kwestie van handtekeningen zetten. Even voor jullie dames, dat weet je ook niet, hè. Maar een handtekening zetten, dat doe je door als eerste de plaats van de stad te benoemen. Dan de datum, zelf opschrijven. En dan je krabbel eronder. That's it. Dus hij dacht, nou dat wordt easy, dat is een kwartier bij de mediator.
Dus dat kost mij een kwartier van, dus een kwart uur van €95. Nou, laten we zeggen €100. Dus dat kost mij een kwart van €25. Om haar die krabbenpoot te laten zetten. Na al, zichzelf al blauw te hebben betaald aan al de gejank van tevoren. Van, ja, maar ik wil het nog even hebben over dingen die er gebeurd zijn. Yep. En die kerel maar betalen. Hé? Hey, dat ik het even weet. Waar je aan toe bent. Als man. Als je zegt, ja, Perry, als de uitzichten zo uitzichtloos zijn. Dan doe ik het niet. Maar good for you. En dan moet wel iemand vrouwen gaan neuken. Iemand gaat dat doen. Je maakt het mij niet wijs. Goed weten waar je aan toe bent. Hè? De anekdotes, de feiten, de geschiedenis onder ogen zien. Jo, maar Perry, ik vind dat gezeur van jou over de aanslagen van 11 september van 2001 vind ik al zo ouderwets. Ik ben meer van 2006, 2008. Dat vond ik wel een leuke tijd voor deze wereld. Ja, ik heb het over 2006, 2008. 2010, 2012. Ja, maar dat is me tegenwoordig heel veel te geschiedenisachtig. Ik ben liever in het hier en in het nu. En ik ga... Jezus, mijn Christus. Maar wel leuk, je kan er toch om lachen. Die Piet, hij heet helemaal geen Piet trouwens. Maar die Piet, die vertelde mij... Dat hij dan bij die definitieve overeenkomst zat. De even overeenkomstvergadering zat. En het was alleen een kwestie van handtekeningen zetten. Want ze hadden al, ik weet niet, lang geluld over de inhoud. Waar zij zich vervolgens niet aan zou gaan houden. Want zij is een vrouw en ze heeft last van haar hormonen. En ze doet altijd gekke dingen en dat is leuk. En het kind is van haar. Zaten ze daar en hij had het gecheckt. Hij dacht, oké, is goed. Je moet bakzeil halen, je moet inleveren als man. En hij dacht, oké, zoveel inleveren. Ik ga ervoor, is klaar. Het was een kwestie van de plaats opschrijven... De datum en je handtekening wegwezen en dat zou een meneer €25 kosten. Of €20. En zij komt er binnen, echt jullie vrouwen, je moet je hierom bescheuren. Ga je eens even indenken, dit is de waarde van 98% van jouw vriendinnen. Zij komt binnen. En die gaat zitten. En ze heeft het contract bij zich. Het exemplaar dat zij moet tekenen. En nou, dan begint het rituaal. Het ritueel. Dus hij schrijft de naam van de woonplaats op. De datum. En de handtekeningen. Piet. En hij geeft dat aan de... scheidingsambtenaar die €100 per uur kost voor hem. Die scheidingsambtenaar die beurt €200 per uur. Maar die vergoeding namens die vrouw wordt betaald door de overheid, want die vrouw heeft geen werk. Anders dan rode wijn drinken op een dinsdagmiddag. Een beetje socializen, heet dat. Ja, ik ben de hele dag druk geweest, want ik heb gepraat met de overbuurvrouw. En ook nog die jongen hiernaast. Heb ik gezegd van, hou ermee op, want ik heb er last van. En toen heeft zijn moeder tegen mij gezegd, nou, het is maar goed dat je mijn zoon zo heeft aangesproken. Want ik vind hem ook heel vervelend. Nou, ik heb lekker meegebruld. Ja, dat meer zijn jullie niet, hè. Behalve dan die goede vrouwen die ik ken. Waarvan ik de naam niet noem. Maar ik kan het wel.
Want ik weet ze bij voornaam. Maar de meeste van jullie... Maar die vrouw van hem, die kwam aanschuiven bij de tafel met haar eigen versie van het, de kopie van het contract dat zij moest tekenen. En die mediator, die vroeg aan haar van, is het niet tijd om te gaan tekenen? Je man heeft het net gedaan, en nu jij nog. En toen keek die vrouw, die mediator aan, en die zei, denk je nou echt dat ik mijn handtekening ga zetten onder een contract wat ik niet eens gelezen heb? Ik laat een stilte vallen. Ik heb het toch duidelijk uitgesproken. Zij vroeg aan de mediator, denk jij dat ik mijn handtekening ga zetten onder een contract dat ik niet eens gelezen heb? Zij wilde leespauze. Mooi zo, dacht mijn vriend. Dus dit kost geen 20 euro, dit gaat mij 80 euro kosten. En mijn vriend lekker achteroverleunen, gaf een knipoog naar die mediator en dacht van ja, je begrijpt waarom ik ga scheiden. Dit formele contract kappen. Wat heb ik aan zo'n vrouw? Dumpen die handel. En betalen als man. Hij is een slimmerik. Hij werkt in de ICT. Bending over backwards. Hij doet hele spannende dingen met transactie forwarding. Hij kan talen schrijven waar ik weet van heb. En meer niet. Ik kan die taal niet schrijven. Dat kost mij een... Hij heeft die kunst in handen. Hij maakt wel wat geld. En dan zorgen voor zijn kind. Dat is het moderne huwelijk. Dus die vrouwen, dus behalve dan die goede vrouwen die ik ken, die ken ik echt. Voor de rest is het bagger. Niet mee trouwen. Regel 1. Dus je mag een vrouw leren kennen. Je mag de seks... Kennen is seks hebben. Hè? Je mag ze zwanger maken. Maar away, away, away. Om het maar even op zijn Surinaamse te zeggen. Als zo'n meisje de uitsnappingsmogelijkheid ziet tot een uitkering op kosten van jouw rug. You're fucked, baby. En die kinderen moeten er toch komen. Ik praat toch ook tegen jullie vrouwen. Maak het die mannen niet zo moeilijk. Luister naar je man. Anders wordt het helemaal niks, baby's. Jo, maar Piggy. Kijk, de reden dat vrouwen niet kunnen schaken... Dat komt omdat de Illuminati, die hebben op de schakencomputer, die mannen kunnen daar anoniem een e-mailadres en dan kunnen ze gratis schaken. En dat vrouwen, die kunnen dat niet hoor. Er zit een filter tussen. En daarom schaak ik ook niet, want dat is een mannen gebeuren. En ik vind het heel erg dat die mannen allemaal elkaar op het schaakveld, wit tegen zwart, ik vind het racistisch, want ik ben zo dom als het achterend van een kameel. Ja, besef het dan een keer. Hij was even tegen de vrouwen. Het gaat over een moderne huwelijk, waar ik me helemaal dood aan erger. En die vrouwen gaan ook naar de kloten. Dat is misschien nog een goed bericht. Ik laat even een pauze vallen. De internetverbinding doet het heus nog wel. Zucht.
ken een ander mooi verhaal van een modern huwelijk. En hij is dan ADHD-dinges. Een briljante man. Briljant. Heel strak. ICT'er, hè? Ook een ICT'er. Dat is die andere. En meer in de hardcore. Dus hardware kan hij ook. Dus in principe, als je hem ja, gewoon een i7 geeft. Gewoon de chip. Die kan je zo kopen, trouwens. Het maakt hem ook helemaal geen drol uit. Hij kan solderen. Hij houdt niet van autoritair gezeur. Okay. Het is een anarchist. Dat betekent dat het mijn broer is. Een anarchist betekent dat je je niet onderwerpt. Matthäus 6... Noem niemand op deze wereld je vader. Zo'n vent is dat. Aan de bak gaan zit er niet in. En terecht. Zijn broer werkt voor EA, Electronic Artists. Ergens in het zuidoosten van Azië. En die maakt mucho monies. Deze man niet. Hij komt uit Friesland en dat is ver genoeg. Hij zit in Arnhem namelijk. Hij is ver genoeg van huis. Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, ik ben stom verbaasd. Hij heeft momenteel 2 verblijfplaatsen. 1 verblijfplaats waar zijn vrouw zit met de kinderen. En een atelier in het centrum. En dan met zijn vrouw. Drama. Gelukkig heeft hij geen baan. En kan niet thuis zijn met de kinderen. Creatief heet dat. Hij is creatief. En samen slapen in 1 bed met zijn vrouw tot... niet noodzakelijk meer. En hij past zich aan. En overdag is hij thuis met de kinderen. Er was er een dag. En die kinderen, die wilden niks doen. Ze hadden geen zin. En toen stelde hij voor van, als iedereen nou eens even een tukje gaat doen. Ga lekker in je bed liggen. Dat vonden die kinderen goed. Ze hadden te drinken gehad, ze hadden te eten gehad. Hij had nog leuke dingen gedaan en die kinderen waren moe. Hij had de hele nacht zo goed als niet geslapen. En allemaal een tukje gaan doen. En toen kwam mama thuis. Van haar werk. En die ging helemaal wild. En schreeuwen. En al die kinderen helemaal verschrikkelijk. 2 kinderen. What's up? Oh, zei mama. Ik dacht dat jullie alle 3 dood waren. Vrouwen, even voor jullie vrouwen. De verhouding van dood tot leven...
is dezelfde verhouding als slaap tot wakker. Ja, maar ik wil dat iedereen elke dag altijd wakker is, behalve op de afgesproken tijdstippen, want om 8 uur wil ik niet meer dat je wakker bent. Oh, fuck jullie, kuthomo's! Ja, dat werd even boos, hè? Maar ik heb een reden om boos te zijn. Maar denk je wel niet dat je mag lopen rondfokken in het huis van mijn vader? En als jij zelf niet zo'n vrouw bent, maar je kent wel zo'n vrouw, nou spuug haar in het gezicht. En dan niet omdat het een Turkse vrouw is waarvan de snor in de fik staat, want dan mag het. Nee, spuug haar gewoon in haar gezicht. En roep haar tot de orde. Want dat vind ik wel een leuke gezeur over feminisme, ik vind het allemaal best. Maar doe er dan wat mee. Nee, maar ik ben ook helemaal geen vrouw. Ik wil een penistransplantatie. En ik ken een man en die heeft een pik en die is van 15 centimeter. En die ga ik kopen en die wordt er bij mij aangelijmd met een nieuwe turbolijm. En dan ben ik ook een kerel. Ja, maar doe dan een keer als een kerel. Begin daar dan mee. En laat je klit groeien. Krijg een stijve. Oh, dat was het hard, hè? Ja, maar de waarheid moet een keer verteld worden. Ja, maar Piggy, dat gezeur dat jij dan denkt dat mannen en vrouwen verschillende insteekhoeken hebben. Hoe moet het dan met de vrouwen? Nou, ik zou liever willen vragen, hoe moet dat met de mannen? Ja, nee, maar Piggy, die mannen, die brengen wij vrouwen allemaal tot de bedelstof. En dan zitten al die mannen bij de Albert Heijn met een hand omhoog. En dan wij geven vanuit onze uitkering. En wij vrouwen, wij krijgen dan een uitkering. En dan geven wij een man 50 eurocent. Maar alleen als die er vriendelijk om vraagt. Nee, niet. Het is jammer. Het is jammer, maar helaas. Jo, maar Piggy, nu klink je wel heel seksistisch, hoor. Ja. Het is wel zo. En een kind heeft een vader en een moeder nodig. Of een kind heeft het idee van een vader en een moeder nodig. En dat mag niet overdreven zijn trouwens. En vooral die vrouwen die moeten af van hun vader en hun moeder. Het probleem van vrouwen is dat ze altijd alles hetzelfde willen houden. En dat is niet goed. Die mannen willen alles veranderen. Dat is nodig. Mannen zoeken naar die... Ja, die hebben een drive. En die vrouwen, die moeten volgen. Ja, maar Piggy, ik ben omringd met domme mannen. En hoe kan ik die volgen? Ja, dat is wel klopt. Ik weet het. Ik ben ook omringd met domme mannen. Niet tegen mij zeuren lopen zeiken, man. Moet ik plat Amsterdams gaan brood? Ik ben ook omringd met domme mannen. Maar jij hebt een baarmoeder. Huh? Kom op je rug, met je knieën uit elkaar. Hoppakee, huwelijk. Ja, maar ik heb zo'n sukkel. Ja, nou... Ook met zo'n sukkel kan je gewoon afspraken maken, hoor. Gedenkspreuken 15 vers 1.
Ook voor jullie, ja, dit met name, ook voor mannen natuurlijk. Hè. Spreuken 15 vers 1. Uit de Bijbel. Jawel. Mijn Piri, dit is wel heel erg saai. Dus jij gaat vertellen dat wat je tegenwoordig moet doen, dat er aanwijzingen staan in de Bijbel. Ja. Dus jij hebt een sukkel getrouwd. Okidoki. Je hebt je laten zwanger maken. Je hebt een man leren kennen. Ik denk, oh, nu ik hem ken. Nou, dat is een sukkel. Dan zegt Spreuken 15 vers 1. Een zachtmoedig woord vermindert het nare, de wrok. Als jullie dat nou eens leren. Alsjeblieft. Bespeel je leven alsof je viool speelt. Even denken hoe die klopt hoor. Bespeel je leven als een strijkstok op een viool. En die viool, dat ben jij zelf. Dat is wel lekker heftig boeddhistisch, of niet? Ja, als vrouw, je hebt het eigenlijk rete makkelijk. Onderwerpen aan de man. En gewoon zeggen, ja, als mijn kerel dat vindt, ja, dan vindt mijn kerel dat. Ik heb daar niks tegen in te brengen. Ik praat niet in de kerk. Nee, want jij praat in de slaapkamer. Of whatever. In de keuken zeg je van, hey Pieter, zus en zo. Ik wil even zeggen, ik ben vanillevla aan het koken voor al die. Maar even over wat gisteren, dat vond ik helemaal niks eigenlijk. En dat is boe. Vrouwen werken subversief. Besef dat. Ja, maar wij hebben die baringsweeën en dit en dat. Niet mijn probleem. Echt niet. Sorry dat ik echt zei. Niet mijn probleem. Tenzij ik verantwoordelijk ben voor jou. Als ik jou heb zwanger gemaakt als man, heb ik ook allemaal gedaan. Ik heb haar naar zwangerschapsgymnastiek gebracht. En van nou wat. En die baring, ja, kom op, wat stelde het voor? In Sparta, Griekenland. Een leuk stukje geschiedenis. Ik wou wel lekker door. In Sparta, je had in die tijd in de, het heet Eleponische of Epolonische Zee, Griekenland in ieder geval, Epolonische Zee. En de hoofdstad, de hoofdstaat, die heette Athena. En de vechterstaat heette Sparta. En Athene had een contract met Sparta. En Sparta zou de strijders leveren. In die dagen was het een eer voor een vrouw om te overlijden in het kraambed. Want dan kreeg je een standbeeld. In die tijd was het normaal dat een strijder tegen een medestrijder zei van ja, ik ga maar lekker elke, ja, als ik thuis ben, lekker wippie, maar er komen geen kinderen uit.
kan jij niet even? Hoor je mij? Dit is echt waar, hè? De ene strijder in Sparta vroeg aan de andere strijder, kan jij niet eventjes zorgen voor nieuwe strijders? En ik zeg niet dat je zo moet denken. Ik zeg dat je kinderen moet krijgen om de strijd te gaan voeren. Oh nee hoor, ik ben nu momenteel 18 en ik ga zelf de strijd wel voeren in mijn eentje. Ja homo, je wordt een keer 67. En hoe ziet je haar er dan uit? Moet gewoon nieuw bijgenuikt worden. Erg belangrijk. En dan maar met domme wijven. Lees Genesis 6 nog maar een keer. Of voor de eerste keer. Zal ik het even bijpakken? Dan kan ik voorlezen. Dat is wel leuk. Ik heb er toch een gedachte over. Oké, ik typ nu King James. Ja, bij mij gaat hij gewoon gelijk googlen in één keer. God. Hè? King James Bible Online. Genesis en dan 6. Ik pak hem er even bij. Vers 1. Ik ga dit niet interpreteren, want er is maar één interpretatie. De toepassing. Daar kunnen we het over hebben. Vers 1. And it came to pass, comma, when man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, comma. That the sons of God saw the daughters of men that they fair, and they took them wives of all which they chose. And that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. Dat is were staat in schuinschrift. And they took them wives of which all they choose. De zonen van God. Dit is Genesis 6 en dan de tweede vers. Het eerste vers dat zegt. Ik kan mijn NBG erbij pakken, maar ik kan het zo wel vertalen. Jij kan het ook wel begrijpen. En het was zo. And it came to pass. Dat mensen zich begonnen te vermenigvuldigen over het gezicht van de aarde. En ze kregen dochters. Daar neuk je voor, homo. Die mannetjes, die stellen niet zoveel voor. Die vrouwtjes, daar gaat het over. En dan staat in het tweede vers. That the sons of God
saw the daughters of men. The sons of God zijn de kinderen van God. Die zagen de dochters van de mensen. Kortom, de mannen, die hebben seks gehad met vrouwen die niet van God waren. Volgens mij staat dat hier, hoor, maar mag je zelf over nadenken. Het is erg belangrijk voor jou als mens om de geschiedenis in de gaten te houden. En dan heb ik nog een leuke anekdote over het huwelijk. Het moderne huwelijk. Ik denk het wel. Die vrouw die ik had, die was eco. Ik hou niet van eco. Ik vind dat nergens op slaan. Echt niet. Sorry dat ik echt zei, maar niet. Eco is niks. Ik heb vogels in mijn woning gehad. Dat is eco. Een verdwaalde mus. Ik heb in de woningen waar ik woonde loopspinnen gehad. Die heb ik gevangen en losgelaten. Dat is eco. Ik heb misschien spinnen losgelaten in de koude narij. En misschien had ik die spinnen zelf moeten laten kiezen om, als het voorjaar werd, om naar buiten te lopen. Ik was hardvochtig. Ik deed een Italiaans wijnglas over zo'n beestje. En dan niet over de pootjes, dat is niet nodig. Een spin is heel langzaam. Die kijkt vanuit 8 ogen, dus die ziet helemaal niks. En dan een koffiefilter eronder. En wordt die spin helemaal... Ik word gevangen, oh, voor terreur. Oh. Nou, heel rustig, en dan neem je gewoon die spin mee. En dan zeg je tegen die spin, hallo. Je mag even naar buiten. En dan moet hij maar ergens anders gaan immigreren. Hij had geen nut in mijn woning. Het is warm in mijn woning. I know. Het is wel leuk voor een spin. Dan maar naar buiten. Ik ben niet de spinnenopvang. Dat vind ik eco. Iedereen overlaten aan zijn eigen lot, ook al is het een spin. Want ik heb geen zin dat een loopspin 's nachts over mijn wang gaat wandelen om te kijken of er muggen zijn. Of whatever. Er zitten er nog bij en die zijn giftig. Die je bijten, dan krijg je een puist. Hetzelfde geldt voor muggen. Laat het op je inzinken. Dat is eco. En eco is in
je daad. En die vrouw, dat leuke huwelijk, het gaat erover, het moderne huwelijk, die vrouw was eco. Godsamme kraken. Je zal er maar eentje zwanger maken die zo denkt, hè. En jullie zusters, weet je van die van dat soort bitches? Ja, doe er een sticker bovenop. Gewoon een sticker op het voorhoofd. Een mark of the beast. En dan daar schrijf je twee letters op. N.P. Of tatoeëer ze maar. Dat je die arme mannen die jouw broeders zijn, waarschuwt deze bitch niet. Want die is eco. Ik ken goede vrouwen, echt waar. Ik ken er eentje en die eet geen lamsvlees. Nee, zegt ze. Want ik heb een tijdje dinges gehad met een Mohammedaan. En die at alleen maar lamsvlees. Dat was een eikel van een vent. De geur van lamsvlees, daar moet ik van braken. Yep. Jammer dat ze dat zijn. Lamsvlees is blijkbaar lekker. Vooral als je het mij laat klaarmaken. Ik kan het, hoor. Ik ga hier naar de Mohammedaanse lamsslachterij. Ik koop lamsnek. Wat kost dat? €2 de kilo of zo. En dan de rest. Tomaten moeten erbij. Pepers moeten erbij. Mosterdzaad. En een hele bak met rijst. Dat stinkt voor geen meter. Ja, even. Het is het lam dat geofferd wordt. En zij heeft dus die klote ervaring gehad met die idioot die dan de hele dag liep te stinken met zijn lamsvlees. Ja, lamsvlees dit, lamsvlees dat. Ja, bah. Natuurlijk niet. Je moet helemaal geen vlees eten. Niet nodig. Hé, hey, mooi hè? Ik vond het echt een geweldige uitzending over het moderne huwelijk. Dat ik jullie ervan heb overtuigd dat als je een vrouw bent, dat je op je rug moet gaan liggen en je knieën uit elkaar. En trouwen met een man. Leer hem kennen. Wees niet zo oppervlakkig. Leer je man kennen. Heb seks met je man. Doe het. Ja, maar Piggy, dan kan ik kinderen krijgen. Ja, dat is precies waarom ik het zeg. Heb een goed begrip. En je blijft je hele leven bij elkaar. Punt. En dan met kinderen. Ja, maar ik heb geen geld om kinderen te huppeltje puppen. Die kan ik niet onderhouden. Ik had het net over een man en die heeft een ADHD, diagnose, dinges. Die heeft niet eens een, die heeft geen werk. Die kinderen van hem komen reten te goed hoor. Dat gaat helemaal fout. Oh, ik had moeten zeggen dat gaat helemaal goed. Nee, het gaat natuurlijk fout. Natuurlijk gaat het fout. Dat denk je wel niet. Een bijneuken. Gewoon neuken. Leer je man kennen. En zeg, dat is mijn man. Belangrijk. En één kind per vrouw is niet genoeg, overigens. We denken aan 2 à 3 kinderen per vrouw
om de boel in stand te houden. Ja, maar ik ben een soort babyfabriek. Ja, inderdaad. En ze komen of uit je eigen baarmoeder, of je gaat ze maar rapen op straat, zoals Esther, de... Esther uit het Oude Testament. Dat heette dat je als de oogst gedaan was, dat je nog over het land heen mocht om de laatste granen te rapen. Dat mag je ook doen. En veel kinderen AUB. Ga ze maar ophalen. Ga maar op internet kijken. Waar de loslopende kinderen aan hun lot overgelaten. Hoe je die kan lokken. Ik zou zeggen, begin een tent. Ik zorg voor de money. Ik zorg voor de onderhandeling. Jij, vrouw, gaat die kinderen baren. Zo moet ik dat zeggen. Ik lok die kinderen wel naar jou toe. En dan maar zo. Belangrijk is dat er kinderen zijn in plaats van wezen. Kinderen die in de materialiteit zien dat er een mama is die wel pasta maakt. Uit niets. Erg belangrijk. Het minachten van kinderen is onvergeeflijk. Hey, hartstikke bedankt, want ik zit al tegen de 2 uur aan. En als jullie dit uitgeluisterd hebben, en dan hoop ik dat ik meer vrouwelijke luisteraars heb die dit uitgeluisterd hebben, of dat jij als man zegt tegen een vrouw, luister eens even naar dit gezeur. Want gezeur is het. Met de groeten van God zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag lieverds.